Ruim 2 jaar geleden hadden we hier een lege hal, hadden we nog geen team. En hadden we wel een opdracht om iets nieuws neer te zetten, namelijk het produceren van brandstoftanks. De tanks die worden geproduceerd, die worden door middel van een robot afgelegd op een pallet. Deze pallets met de tanks die worden vervoerd over een rollenbaansysteem. Die komen vervolgens door middel van een lift en een shuttle in het warehouse-opslag terecht. Dit proces is niet eerder, naar ons weten, vertoond in de industrie. Zo'n productielocatie hier en zo'n automatisch concept hebben we bij Bosal nooit eerder gebouwd. 2 jaar geleden ben ik hier gestart met als hoofddoel om deze lijn op te zetten. Een speerpunt om rekening mee te houden. Enerzijds schaalbaarheid. Het moest een oplossing zijn die kon groeien. Maar daarnaast ook het voorkomen van schades. Zorgen dat het proces goed loopt. Naast dat je wegingsfactoren hebt, sprong Toyota er met name in uit dat we een bepaalde visie hadden. En daar heeft men heel actief op ingesprongen. En die willingness en die eagerness die we daar voelden, wat ook echt een wisselwerking verzorgde, dat liet ons kiezen voor Toyota. Bosal had een hele uitdagende go-live datum en vroeg zich af of wij wel slagvaardig genoeg waren om dat te kunnen bereiken. Wat we hebben laten zien is dat we een heel daadkrachtig team hebben wat snel in kon spelen op klantvragen en daarmee met de klant tot een optimale invulling gekomen zijn. Het bijzondere van dit geautomatiseerd proces is dat we enerzijds een oplossing hebben gevonden waarbij we just in time en in sequence een groot pakket aan verschillende modellen tanks kunnen uitleveren aan de klant. En anderzijds is het zo speciaal dat we een directe connectie tussen de productielijn en het warehouse hebben bewerkstelligd. En dat maakt het mogelijk dat we zonder tussenkomst van een logistieke medewerker tanks in het warehouse kunnen plaatsen. Ik ben zeker trots als ik terugkijk. Nieuwbouw van een fabriek, 2 jaar lang, een team die eerst niet bestond en die is aangeworven. Daar hoort iedereen bij die snapt wat er nodig is voor zijn straatje. En die mensen hebben we gevonden en die hebben dit waargemaakt. Een automatische oplossing is heel mooi en daar ben ik heel trots op, dat je niet een concept hebt bedacht die op papier heel mooi is, maar die ook in de praktijk heel mooi is.